Dit is een basemap tutorial voor het spel Trains. Nou, ik zit hier in Google Earth, boven station Enschede. En ik zit hier op een kijkhoogte van 330 meter. Dat is dus hier rechts onderaan te zien. Vervolgens pakken we de liniaal. En dan gaan we kijken hoeveel meter hier tussen deze twee balken zit. En dat is in dit geval 216 meter. Daar schrijf je op. Dat is dan de hoogte. En de breedte, dan neem je dus het volledige scherm. En de beeldschermresolutie is dus al 1024 pixels al breed. Dus dat is mooi makkelijk, want Trains werkt namelijk met die resolutie. Nou, de breedte is hier dus 331,38. Nou, deze twee afstanden heb je dus nodig in GMAX. En je maakt hier vervolgens gewoon een print screen van. Dus op je toetsenbord druk je print screen in. Dan neem ik hier een tekenprogramma. Ik gebruik hier PaintShop Pro. En vervolgens open ik dus een nieuw plaatje van 1024 bij 1024 pixels. In dat plaatje plak ik dus mijn screenshot. In dit geval als een nieuwe layer. Nou, hier staat hij erin, dus hoef je voor niks aan te doen. Dan ga ik hier even nog de layers mergen. En dit sla ik dus op in het mapje waar ik dus ook mijn basemap in opsla. Nou, en ik maak hier dus een nieuw mapje aan. In dit geval is het Enschede. Dus dat is Enschede. Nou, het plaatje sla ik op als een TGA bestand. Nou, het plaatje noem ik ook Enschede. Opslaan. En nu ga ik dus naar GMAX om daar dus een basemap te maken. Nou heb ik hier GMAX geopend. En is het belangrijk om te kijken of het grid wel in meters staat ingesteld. En dan kun je dus hier dus onderaan zien. Bij mij staat hij nou op 10 meter. Omdat ik hier dus nou dit venster actief heb. Dat is het top view. En als je wel zeker wil weten, dan ga je hier naar Customize, Grid en Snap Settings. En naar Home Grid. En hier staat Grid Spacing. Nou, ik heb dat gewoon standaard staan op 10 centimeter, oftewel dus 0,1 meter. En dan als je dan helemaal inzoomt, krijg je elke keer weer nieuwe hokjes erbij. En dan is één hokje zo'n 10 bij 10 centimeter en dit grote hok is dan 1 meter. En dan hoe verder je uitzoomt, dan wordt dat automatisch dan berekend. Maar goed, wij gaan nu dus onze basemap maken. En dan gaan we hier naar links toe. En dat is dus create en dan hier plane. En dan tekenen we in de top view, hè, dat is dus vanaf bovenaf, tekenen we dus de plane van het plaatje wat we dus net in Google Earth hebben gezocht. Dus dan doen we eerst even grof en we hier dus een rechthoek. Nou, omdat ik GMAX al open had staan, staat de lengte segments en de wit segments staat hier al staat hier dan op 1. Maar als je dus GMAX wat eerst opent, staat dat dus 4. Dan moet je veranderen in 1. Als het 4 zal zijn, zie je, dan wordt dit automatisch verdeeld in 4 vlakjes. Maar dat willen we niet. Dus dan zetten we op 1. En vervolgens gaan we hier de lengte en de breedte instellen wat we net dus opgemeten hebben. En de lengte was dus 331,38. En dan bij 216. Nou, als we hier dus expand al, dan zien we het hier dus van bovenaf. En in dit scherm staat hier user, normaal staat hij hier op perspectief.
En dan kun je dus hier met dit toeltje hier, dus niet met deze, dan kun je dus draaien. En met je, als je dus een muis hebt met scrollwiel, kun je dus snel inzoomen en uitzoomen. En met dit icoontje hier rechts onderaan maak je dit venster wat groter. En dan kun je dus gewoon draaien. En dan gaan we hier naar de Move tool. Dus die vier pijltjes daar. Die selecteren we nou. En dan gaan we hier naar de Z-as onderin. Die zetten we dan op 0,1. En dan zweeft die straks in trains, dus 10 centimeter boven de grond. En vervolgens gaan we nou het plaatje laden. Dus gaan we hier naar de materiaaleditor. En dan zeggen we nieuw, standaard. En dan zit hier naast diffuse zit hier een vierkantje. Dus die moet je dan één keer klikken. En dan krijg je hier een nieuw venster en een bitmap. En dan zoek je dus dat mapje op waar je dus net aan hebt gemaakt. En even kijken waar die staat. Hier met basemap. En ik heb net dus een mapje aangemaakt Enschede. Plaatje van Enschede openen. Nou is het geladen in de materiaaleditor, maar nu moet het plaatje nog op de plane. Dus wat doen we dan? Dit blauw-witte geblokte kubusje, die moet je indrukken en dan apply. En nu zie je ook dat die dus meteen geladen wordt op de plane. Nou hier kruisje. Maar als je nou dus zal exporteren, dan zal dit dus niet werken. Dus je moet eerst nog een UVW map doen. Nou, vervolgens hebben we dit plaatje nou geladen. Dan gaan we hier naar Modify en naar UVW Map, naar Planar. Dus dat is deze eerste optie hier, dus dat is al goed. En dan Unwrap, Edit. En nu krijg je dus een schermpje en dan kun je het plaatje dus aanpassen. Okay, omdat die witte randen die willen we niet. Want we hebben de afstand gemeten tussen die twee balken. Van de Windows balken. Dus die moeten we dus iets inkorten. Dus dan ga je hier naartoe. Dan kun je hier een pijltje naar beneden doen. En dan kun je dus hier dus in één keer deze lijn dus. Die kun je dus naar beneden halen. Nou, en met dat handje hier kun je dus even gaan schuiven. En met scrollwiel op je muis kun je dus inzoomen. En dan kun je deze lijn dus even goed zetten. Dat hij daar goed staat. Dan met dat handje weer schuiven. Pijltjes weer selecteren. Iets naar boven, handje. En weer inzoomen. En met de pijltjes lijntje weer verder goed zetten. Dan weer uitzoomen. Dan kijken van links naar rechts of dat goed staat. Neem hem dit deel. En hoe vaak je dit dus doet, hoe handig je erin wordt. Voor de video doe ik het even snel. Selecteren. En dan kun je dit gewoon goed zetten. Kijk, nou is dus binnen dit selectiekader alleen de foto geselecteerd. En dus niet die balken, want die willen we dus niet. En dan zien we hier in onze viewport, zien we dus station Enschede. Maar wat nou dus ook meteen opvalt, is dat we dus het plaatje dus eigenlijk harder moeten draaien. Nou goed, dat kunnen we oplossen. Dan gaan we terug naar Edit. Dan ga je hier naar Rotate. Alles selecteren. En dan gaan we gewoon een kwartslag draaien. Oké, nou zien we dus als we dit dus verschuiven, dan zien we dat het plaatje dus wel goed staat. Alleen nou moeten we even die lijntjes weer goed zetten. Dus dat gaan we even doen. Ja goed, deze basemap, dit is gewoon een hele makkelijke methode om straks in trains dus gewoon rails en zo meteen...
op een redelijke goede plek te zetten. Want ja, de afmetingen zijn natuurlijk een beetje ongeveer. Maar dan heb je tenminste wel iets als mal. Nou, dat werkt op zich wel prima. Zo, en nu kunnen we hier dus zien dat Enschede dus hier nou goed zichtbaar is, het station. Nou dat plaatje dus op deze plane geladen en alles ingesteld, nou deselecteren we het. Er is dus niks geselecteerd. Dan gaan we dit even opslaan. En dat doen we dus in het mapje waar je dus net aangemaakt hebt. In dit geval dus Enschede. Nou, ik sla het op als Enschede. En dan wat Gmax opslaan. En dan file export. En dat doen we ook in hetzelfde mapje Enschede. Dat is ook weer N. Enschede en dan moet je zelf achtertypen .im, want dat is de im-file, dat heeft trainsens nodig om te kunnen werken. Dus hebben we Enschede.im opslaan en nou is dit plaatje dus omgezet voor een file waar trainsens lezen kan. Nou, om de plane te kunnen kijken of dat allemaal wel werkt, kun je ook een programma gebruiken wat buiten Trains werkt, en dat is Trains Object Explorer. En dat kun je dus gebruiken om te kijken of je objecten werken. Dus dan gaan we even de basemap even opzoeken. En je opent in dat programma dus ook gewoon de IM-file. Kijk, en nou kun je dus zien hoe dit dus in Trains er ook uitziet. Oké, dan kun je dus, als je dus je rechter muisknop ingedrukt houdt, dan kun je dus snel inzoomen en uitzoomen. En als je je muis beweegt, kun je dan de camera draaien. En de linker muisknop ingedrukt houdt, dan kun je dus snel de camera kantelen. En hij dus in train zit, dan kun je dus gewoon deze rails overtrekken en gebouwen goed op de plek zetten en al dat soort dingen. Maar we hebben voor trains hebben we nog iets meer nodig en dat gaan we nou even maken. Nou, ik zit nu in het mapje Enschede. In een nieuwe file wat voor trains nog nodig is een config. Dat is dus een tekstbestandje, gewoon getypt in Windows Notepad. En als we die openen, dan krijgen we dus dit allemaal te zien. En deze file, deze config, die beschrijft dus de parameters wat Trains dan nodig heeft om het object te laten werken. Nou, wat staat er zo al in? Nou, het kuitnummer, dus het nummer van het desbetreffende object. Dat bestaat dan uit je eigen kuitnummer. Nou, die krijg je dus als je dus Trains registreert bij Auram, dan krijg je je eigen bouwersnummer en dat is dan dat nummer. En dit is het nummer wat dan van jouw object is, weet je wel. In dit geval is dat 809. Nou, kind is een scenery, dus dan is het gewoon een object in Trains. Trains build 2.2, dat is zo uit mijn hoofd even voor Trains 2006, maar dat werkt dus ook in Trains 2007, 2009, 2012 werkt er allemaal wel in. Categorie class is op zich nog niet zo heel belangrijk, maar dit is buildings en iets met home of zoiets. Dit is op zich niet zo heel belangrijk. Wat wel belangrijk is de username. Nou, in dit geval heet dat dus Enschede. En de auteur, nou, dat is in dit geval mijn naam Olaf, 99. En dan krijgen we hier de mesh table. En dit beschrijft dus welke mesh die moet laden. In dit geval is dat dus Enschede IM.
En autocreate 1, nou dan is in ieder geval dat hij dus één keer dat straks weergeeft. Nou, en deze file is dus nodig om dus de boel werkend te krijgen in Trains. Nou, en wat hebben we nou totaal in ons mapje staan van Enschede? Dat is dus de config, de GMAX, de GMB-bestand. Deze wordt automatisch door GMAX aangemaakt. De Enschede.im-file. Enschede.texture-file, die wordt ook automatisch aangemaakt bij het exporteren. En dan de textuur. En dat is dus Enschede.tga, dat is dus het plaatje. En de files die je dus echt nodig hebt voor trains, nou, dat zijn dus die texture file, de textuur, de config, IM file. En ja, de GMAX files die heb je dan niet nodig voor trains. En normaal als je objecten vrijgeeft, dan geef je ook nooit de GMAX file mee. En zodat mensen dus niet jouw object nog weer kunnen gaan veranderen. Maar goed, laten we nou dit gaan importeren in trains. Ik heb hier Trains 2009 en ik ga nou dus de basemap importeren in Trains. Dat moet je hier dus doen via Content Manager, dus Content. Dan moet je even wachten voordat hij dus opgestart is. Dat duurt soms even. De werkwijze die ik gebruik is dat ik het werkmapje, in dit geval het mapje Enschede, dus kopieer naar mijn aparte harde schijf waar Trains op geïnstalleerd is. Dus dat is in dit geval dus Trains en dan World Custom. En daarin dat mapje zet ik al mijn objecten neer. Dus dat mapje moet in ieder geval daar staan. Dan vervolgens gaan we hier naar Content Manager. Dan ga je bestand en dan content importeren. Computer, Trains, World Custom. En in dit geval mapje Enschede. Nou, zeg je oké. Okay. Doe hier nog even details. Dan kun je zien wat dus content manager aan het doen is. Nou zegt hij hier dus kuit, huppeltepup, 809 is dus toegewezen en geïnstalleerd. Nou zeg je weergeven in hoofdlijst. En daar staat hij. Kun je dit aparte venster kunnen nog even sluiten. Nou, hier kunnen we dus zien dat het dus een dat icoontje van een huisje is dus dat het een object is. Dit laptopje, de grijze laptopje, is dus dat hij lokaal staat geïnstalleerd. Dus niet dat hij built-in is. Nou, en hij werkt dus prima, geen foutmeldingen. De naam is Enschede, auteur is Olaf, 99. Kuitnummer, nou het grote. En dat is de informatie waar dus hier allemaal staat. En hij werkt dus prima. En nu gaan we dus kijken in het spel Trains. Daarvoor sluiten we dus Content Manager nou eerst af. Nou, ik heb dus nu Trains opgestart. Ik zit nu in Atelier. Dus daar kan ik dus mijn route gaan maken. En onze basemap, die willen we dus nu dus hier plaatsen. Dus gaan we hier naar Objecten. Nou, en de naam tik je dus gewoon in. Nou, Enschede, hier staat hij al. Dat een plusje, dat kun je dus object toevoegen. En je plaatst hem in Trains. En daar staat dus onze basemap. En als je het goed hebt gedaan, dan past alles best aardig. Het is natuurlijk nooit 100%. Maar je kan in ieder geval hier dus dan met rails kun je hier dus over de kaart heen gaan. En dan rails aanleggen en al dat soort dingen. Zoals gebouwen plaatsen en het hele verhaal nog meer. Maar je gebruikt dus die hele basemap dus puur als, als mal. En als je route klaar is, dan haal je dus die kaarten, haal je dus allemaal weg. En dan heb je je route dus gebouwd. En dat was dus deze basemap tutorial.